Beste kijkers, een zalig kerstmis. Het ware kerstgevoel van deze kerstmis 2020 zal er een zijn om niet snel te vergeten. Anders dan andere jaren zijn er geen kerstmarkten, geen kerstborrels, geen kerstliederen om samen te zingen en weinig kerstsfeer om met vrienden en familie te beleven. Voor een kerstgevoel gaan mensen vandaag naar een tuincentrum. Daar is de kerst al uitgegroeid tot een echt kerstdorp en zozeer zelfs dat vaak de kerst al ontbreekt. Nochtans is kerstmis een kerststal met Jezus Christus in de kribbe, het kerstfeest om wie het allemaal begon. Om een echt kerstgevoel te beleven, moet je in de kerk zijn. In onze kerken, waar de kerststal met Jezus liggend in de kribbe centraal staat. Geen sneeuwpop, kerstman of lange lekstokken, maar de heilige familie. Maria, Jozef en het pasgeboren kind Jezus. Het kerstgevoel dat mij als christen bij de kerststal overkomt, is dat van een verstilde heiligheid. Want wat gebeurt er in de heilige kerstnacht? God vertoont een hoog risicogedrag door zijn eigen zoon in een eenvoudige stal en een simpele voederbak geboren te laten worden. Daar in Bethlehem straalt Gods heerlijkheid. Het is een overrompelende Christuservaring voor de herders in het veld. Kerstmis is verworden tot een zekere knusheid, een teder plaatje dat tot de verbeelding spreekt. Maar het gaat er heel anders aan toe daar in het open veld, waar de herders de wacht houden bij hun kudde schapen. Opeens worden zij omgeven door het stralende licht van de Heer en ze schrikken daarvan hevig. En voordat ze zich laten geruststellen door de engel die zegt, wees niet bang, is het toch goed om even bij die vrees van de herders stil te staan. Want als Gods heerlijkheid verschijnt, en zo staat het er in Lucas hoofdstuk 2, vers 9, de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Als Gods heerlijkheid verschijnt, dan schrik je in eerste instantie kapot. De evangelist Sint-Jan schrijft in zijn eerste hoofdstuk, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat doet dat met de mens? En wat was er dan precies te zien? En wie zijn eigenlijk die wij? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Bij die wij mogen we in eerste plaats denken aan Sint-Jan zelf en de andere apostelen. Want de eerste keer dat er gesproken wordt over de heerlijkheid van Jezus, is in het Johannesevangelie hoofdstuk 2 vers 11. Jezus doet daar zijn eerste teken. Hij heeft op de bruiloft in Cana water veranderd in wijn. En dan staat er, hij toont zo zijn heerlijkheid. En de leerlingen geloofden in hem. En wanneer Jezus zijn beste vriend Lazarus uit de doden opwekt, zegt hij tegen Martha, ik heb u toch gezegd dat je Gods heerlijkheid of grootheid zult zien als je gelooft. En bij het laatste avondmaal, wanneer Judas weggaat van de tafel, waar Judas samen met Jezus het brood at, van het ene brood samen eten, zegt Jezus, nu is de heerlijkheid van de mensenzoon zichtbaar geworden. En door hem de heerlijkheid van God. Wie Jezus ziet op de bruiloft van Cana, die ziet hem water in wijn veranderen. Die maakt de dode Lazarus levend. Die laat zichzelf verraden voor ons. Dan zie je Gods heerlijkheid. En ook op andere momenten in zijn leven
zien wij die heerlijkheid boven op de berg Tabor, samen met Petrus, Jacobus en Johannes. Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En even later gleed er de schaduw van een stralende wolk over hen heen en uit een wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn welbehagen. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich in aanbidding neer en ze verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: sta op, wees niet bang. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Als je naar hem kijkt, zie je dat hij straalt. Zijn gezicht straalt, zijn kleren stralen, heel zijn wezen straalt, van binnenuit. En je hoort het hart van de Vader. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En het is zo overweldigend dat je uit angst je handen voor je gezicht kan slaan en op de knieën kunt zitten en aanbidden, zoals de herders op het veld. Zij zien de heerlijkheid van de Heer. Zij zien al wat de apostelen later zullen zien en waarvan de evangelisten getuigen: Jezus, Gods heerlijkheid, verschijnt. Het ware kerstgevoel is een gevoel van aanbidding, van je handen in je gezicht slaan, van een overweldigende heiligheid. God die de hemel, die vanuit de hemel naar de aarde komt. Een aanbidding van God, waarbij God zich aan ons toevertrouwt en tegen ons zegt: wees niet bang. Dat is misschien wel een heel belangrijk kenmerk van wat de Bijbel zegt over de heerlijkheid van God. Wees niet bang. Emmanuel, God met ons, ik ben er voor u. Gods heerlijkheid wordt ook met andere woorden in verband gebracht. Glorie, grootheid, aanwezigheid, majesteit, luister, nabijheid. En daarin valt op dat er aan de ene kant iets overweldigends heilig is, zo groot en indrukwekkend dat het de angst om je hart doet slaan, maar langs de andere kant, vanuit die heiligheid, je een hand op je schouder voelt en je Gods nabijheid mag ervaren, zijn aanwezigheid. Dat is de heerlijkheid Gods. De hoogverheven heiligheid en de heerlijkheid. Wij mogen in God anderzijds intiem nabij zijn, want dat hoort bij elkaar. Het gaat samen. God voegt het samen. De heiligheid, de afstand en de aanwezigheid, die nabijheid. En die heerlijkheid komt hier samen in het kind Jezus liggend in de kribbe. Die heerlijkheid, dat is Jezus offerbereidheid en nederigheid. En tegelijkertijd zijn almacht in de hemel en op aarde. Die heerlijkheid, dat is zijn kruis en tegelijk zijn verrijzenis. Die heerlijkheid, dat is zijn eindeloze genade en tegelijk zijn confronterende waarheid. Het ware kerstgevoel is dus een Christuservaring die niet zo gemakkelijk te grijpen is. Als we stil worden bij het kind in de kribbe, dan hoort dat zeker bij de heerlijkheid, de eenvoud, de nabijheid, de intimiteit. Ook dat is de glorie van God. Maar als dat alles blijft, hebben we het ware kerstgevoel in ons. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zoals de apostelen
en Johannes schrijft in zijn evangelie. Wij mogen onszelf invullen op de plek van de leerlingen. Ook wij zien de heerlijkheid Gods. Dat mag. Want de heerlijkheid van Gods nieuwe verbond is veel groter en dieper dan die van het oude verbond. Sint Paulus leert het ons in de brief aan de Korintiërs. Thans zien wij met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Misschien denkt u dat deze gedachte rond die heerlijkheid nogal abstract is. Ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Is dat niet allemaal hoge theologie of iets erg vaag? Is dat niet iets voor in de hemel? En moeten we het nu maar wat gewoner aandoen? Gewoon samen als gezin rond de kribbe? De heerlijkheid Gods maakt echt deel uit van Kerstmis. En het is misschien het kloppend hart voor het leven van de kerk, van onze geloofsgemeenschappen. De kern van het christelijk geloof. Kerstmis nodigt ons uit om te oefenen, om de glorie van Christus te blijven zien. Samen met de herders, met de engelen. Ook al vinden we dat moeilijk, misschien roept het zelfs weerstand op. Maar als we werkelijk willen leren om kerst te vieren, letterlijk betekent kerst via Christ en Christmas, als we letterlijk willen vieren wat kerst is, wie Christus is, dan mag Gods genade niet ontbreken. En moeten wij onze ogen richten op Gods enige geboren Zoon, Jezus Christus, in zijn vreugdevolle heiligheid en in zijn stralende glorie, zodat we kunnen belijden, ook wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Alleluia, een zalig kerstmis.